Ja, ik maak soms voor mijn programma uitzonderingen. Het is natuurlijk Amsterdam Oost. Ik ben niet in Amsterdam. Ik zit in Hilversum. Maar ik ben hier voor een hele bijzondere reden. Harald Adels, hij komt uit Almelo en hij is de eindredacteur van de TV-kantine, het meest populaire programma van dit moment. Hij is trouwens ook een vriendje van Carlo Bossard, maar dat is ondergeschikt. Het gaat namelijk om Harald. En wij zijn gewoon vandaag gewoon op de set van de TV-kantine. Dat is toch echt kicken? Hé. Ja, je bent net op tijd. Ik denk dat we nog redden. Hé, je hebt al een microfoontje, wat goed. Ja, ja. Huh? Hoe kan dat nou? Dit is het. Dit is de TV-kantine. Welkom in de TV-kantine. Ja, dit is wel echt heel gaaf. De lichten hebben we al voor je aangedaan, zodat je alles een beetje goed kunt bekijken. Wow. Kom erin, zou ik zeggen. De TV! De TV-kantine. Daar komt Carlo aan. Carlo heeft al een plakneusje op, zoals je ziet. Ik heb de neus van Kelly, als je het goed ziet, en dat is dezelfde neus als de neus van Gerard Joling die we gebruiken. Maar hij moet nog gekleurd worden. Is het pittig, de tv-kantine, voor jou, Carlo? Nee, ik heb Harold. Ja? Ja. Maar het is wel pittig. Toe verlaten. Ja, is dat zo? Ja. Ja, we hadden al van tevoren met elkaar gewerkt, dus dat wisten we al. Ja. Dat we goed met elkaar konden werken. Maar ja, hij zegt tegen mij wanneer het niet leuk is. Dus hij is wel jouw klankbord ook? Ja, en het schopbord ook. En, ja? Ik ben helemaal niet leuk dan tegen hem. Maar na afloop zeg ik dat hij de allerbeste is. En dat leek me wel zwaar. Jullie zijn echt 24 uur bij elkaar. Jullie hebben ook een relatie, laat het even duidelijk zijn. Nou, ik wil liever niet dat mensen dat weten. Ik denk dat in Almelo dat mensen daar heel erg... Dat kan niet, hè? Nee. Kom je wel eens in Almelo? Ga je wel eens mee een familiebezoek? Ja, dat is natuurlijk. Naar zijn papa en zijn mama. Ja. Dat is heel leuk. Ik heb een leuk verhaal over. Hij is de eerste keer met ons mee geweest. En toen ging het direct in de buurt rond dat... Carlo er was, dus er stonden er allemaal kindjes om de tuin en zo. Is Marco Borsato hier Marco ook? Marco Borsato er ook? Nee, Marco Borsato. Dus hij haalde denk ik twee mensen door elkaar heen. Ja. En toen ben je wel naar buiten gegaan, toen ben je met iedereen op de foto gegaan. Maar ben jij een beetje Twent of niet? Of is het iets wat jij nooit echt hebt gevoeld, de roots van Twente? Nee, de roots van Twente voel ik juist wel heel goed. Nee, ik ben wel echt Twents. Ja? Dat nuchtere en dat behoudene... Dat zit wel in me, ja. Vind je het ook een beetje een tukker, Carlo? Een tukker? Ja? Nou, ik vind het alles behalve een tukker. Ja? Ja, een tukker vind ik ook... ik zie een trucker voor me ook niet, maar dat is een tukker. Een tukker is een... Een tukker is een iemand uit Twente. Een tukker is iemand uit Twente. Nee, oh ja. Ja, maar ja, weet je wat het met hem is? Hij is gewoon een chameleon, ben ik ook een beetje. Maar hij kan, als hij met Engelsen staat, dan is het gewoon dat je denkt, nou, die woont daar. Ja. En als hij, weet je, dus hij kan zich heel goed aanpassen. Oké, de verhoudingen zijn duidelijk onderling. Maar wie is nu eigenlijk de bedenker van al die typetjes? Beslis jij dan? Of wie beslist er dan? Marga Bult wordt gepresenteerd. Nee, dat kwam van hem. Oké, dat is dan wij doen idee. Meestal als we samen schrijven, dan gaat hij van de typetjes vanuit Carlo. En dan leef ik me een beetje in de types van Irene. Dus dan zeg ik, nou, het lijkt me leuk om bij dat type dat Irene dan dit of dat typetje doet. Ze heeft zelf natuurlijk ook haar lijst met voorkeuren. En dan had ze Marga Bult al wel gezegd, lekker, want die heeft een accent en die heeft een lagere, iets wat lagere stem. Dus daar is ze goed in. En dan gaan we eigenlijk met z'n tweeën zo zitten, dan speel ik Irene en hij is dan Carlo. Ontstaan er dan ook echt heftige discussies thuis? Ja. We zeggen ook altijd als iets lukt, dan zijn we er helemaal blij mee. Dan is het dat het zowel qua uiterlijk lijkt, qua stem, qua intentie, dat het eigenlijk bijna is. Je gaat nu op straat en mensen denken dat je René Verhoogen bent. En als het dan wat minder is, dan zeggen we... Gimmick. Het is een gimmick. En heel vaak heb ik hele leuke kinderen. Kom eens kijken wie er is. Hoi. Hoi. Hoi, hallo. Ja, maar... ja, met de camera. Hé, hey, Albik, hoe gaat het? Wie ben je eigenlijk? Joris Lintzen. Oh ja. Hello, goodbye. Ik had jou helemaal niet verwacht hier eigenlijk, Joris. Terwijl Carlo wordt omgebouwd tot... Gerard Joling. Duik ik met Harald in het verleden. Comedy vind ik het allerleukste wat er is. Ik was altijd vroeger al in de klas altijd een soort van grapjesmaker. En ik vond het heel leuk als er om me gelachen werd. Dus dat dacht ik, oh, daar moet ik iets mee gaan doen. En mensen zeggen altijd in Twente al heel snel van, god, de comediant, weet je wel. Ja, toneelspelen met me, weet je wel. Dus toen dacht ik, nou, dat moet ik dan maar gaan doen. Maar toen kreeg ik natuurlijk, toen ik ouder werd, toen zei iedereen wel, ja, maar er is geen brood in te verdienen. En je weet hoe Twentenaren zijn, ze zijn heel nuchter. Doe maar normaal, doe je gek genoeg. Ja, precies, dus zo van, nou, hartstikke leuk als een hobby, maar dat moet je niet serieus gaan doen. Want dat is natuurlijk geen toekomst. Zeiden die ouders dat ook?
Nou, mijn vader was altijd wel heel erg sportief daarin. Die had altijd wel zoiets van, ja, je moet doen wat je zelf wil. Weet je wel? Als jij dat uiteindelijk wil, dan steun ik je daarin. Maar mijn vrienden en familie en zo, daar merkte ik gewoon van... Ja. Die niet zoiets hadden van, wauw, oh, wil je dat gaan doen? Oh, wat leuk. Dus dat heb ik heel lang uitgesteld. Uiteindelijk ben ik wel de toneelschool gaan doen op mijn 22e. Maar was er dan iets dat je er niet goed in was, dat je het niet bent geworden, dat je niet een... Gaan even de lift in. Een fulltime acteur. Oh, hier, dit is kijk, trouwens... Je kan erop staan. Ja. Het is natuurlijk allemaal een beetje houtje touwtje, maar dat zie je op tv allemaal niet. Want dat brengen we allemaal zo in beeld dat het allemaal er prachtig uitziet. Ja, inderdaad. Lachen dit. Nou, ik moet er nu ook een liftmuziekje onder zetten, vind ik. Om dat kan dat in de montage? Kunnen we nu een lift... Ja, 1, 2 en... Liftmuziek. Ja, heel goed. Al goede keuze. Anslow, there are people in our bedroom. Oh, nice. Well, they're having a better time than I do. Look there. I can see them over there. Oh, Dave. Oh, the people from the Netherlands again. Again? Yes. Why are they always looking at us? Well, there can only be one explanation. What? They are dead. Kijk, je bent nu dus gewoon eindredacteur bij jij van de TV-kantine. Ja. Ja. Wat houdt jouw functie dan precies in bij dit hele grote geheel? Nou, het is zo dat de TV-kantine wordt gemaakt met een hele kleine ploeg. Het is eigenlijk, Carlo en ik zijn de basis van de TV-kantine. Dus je moet je voorstellen dat wij met z'n tweeën schrijven. Dus we bedenken de thema's van de uitzending. We zitten met z'n tweeën aan de keukentafel en dan schrijven we de hele script. Nou, en als eindredacteur dan hou ik dus in de gaten of alles klopt. Weet je wel, dan nemen we dan een scène op met André van Duin. Dan nemen we een scène op met Henk-Jan Smits. Er zitten bepaalde lijntjes in, dus ik moet alles bewaken qua inhoud. Maar ik probeer ook heel erg te regisseren, omdat ik het natuurlijk zelf geschreven heb. Een bepaald idee bij heb, hoe het dan eruit moet gaan zien. Ja. Waar zijn we nu? We zijn nu buiten de tv-kantine. Hier worden alle setjes gebouwd van de series die we nadoen. Dus voor de productie altijd een hele klus, want die hebben maar een klein budget. Maar die bouwen dus eigenlijk hele decoortjes na. Dus hebben die een klein budget? Ja, het is wel een klein budget, ja. Want het meeste gaat zitten in het decor en in de schmink. En om dan echt dingen na te bouwen, we kunnen niet complete sets nabouwen. You never guess what happened on my way on Madison Avenue. I got so hungry on the way, I ordered a hot dog. And guess what they gave me? And it's not even with ketchup. Have it is entering the coffee. Why are you screaming, Helga? I don't know. And why is everybody quiet when I come into the room? Maybe they are impressed by your leather jacket and your big stick. Of course. Dan nu een kijkje bij de visagie. Moeten we wel even zeggen trouwens dat jij nu een plakneus op hebt, hè? Dat die mensen niet denken... Nou, ik denk dat ze wel meer zien. Ik heb ook geen wenkbrauwen meer, voor jouw informatie. En dat is echt... Eigenlijk heeft Barbara mij nu helemaal een soort van blanco gemaakt en met een plakneus. Zodat ze hier eigenlijk het gezicht van Bonnie Sinclair op gaat tekenen. Ach, kijk, daar heb je er. Bonnie. Ja, een soort palet ben ik nu. Toen wij vanochtend binnenkwamen, dat vind ik wel leuk om even te zien. Ja. Kijk nou. Ja, dit is de neuzenkast. Niet iedereen heeft een neus, maar we kijken altijd naar de typetjes en dan bepalen van god, wat heeft hij nodig? Een neus, wangen, lippen. En dat wordt dan gemaakt op de mal van de hoofd van Carlo en Irene. Wat staat hier? Roze is allemaal van Irene en blauw is van Carlo. En Marga Bulders was echt een toptypetje. Dat heeft Irene echt fantastish gedaan. Ja, dan komt hij. Ik heb vroeger gewoond in de Oost. Nee. Nee. Dus je staat hier nu met allemaal tukkers op te zetten. Ja, hè? Daarom. Daarom durf ik het ook. Nee, maar Marga probeert altijd heel... Ja, ik moet even bij Bonnie blijven. Maar ze probeert altijd haar accent te verdoezelen. Maar dat lukt nooit. Dus nee. Zo heb ik haar geprobeerd. Ja, kan je vertellen, Marga die is zeer vereerd. Die is er heel blij mee. Nou, dat terecht. Zich zo te zien heeft Bonnie meer consumptiebonnies gehad dan ik. Vind je hem dan nog steeds aantrekkelijk nu? Altijd. Ja? Vooral als Tony Eijk. Vond hem erg lekker. En Karel Noten vond hem ook heel erg sexy. Zit eruit. Op zout met die camera. Lapswams. Wat een lucht.
Ja, ik hoop dat ik ooit ook nog eens een keer word gepersifleerd door... Ja, je weet het maar nooit, want jij bent natuurlijk ook ontzettend bekend. Ja, dus, daarom. Ja, en je hebt een goed accent, dus wat dat betreft... Ik snap ook echt niet dat maar geduld wordt gepersifleerd. Ja, dat snap ik, dat het een moeilijk punt is. Toen ik net in de krant kwam, toen dacht ik echt... Oh. Ja, toen voelde je eigenlijk een beetje gepasseerd. Oh, ja. Maar geef niet. Maar wie weet... Ja, nee, nu is het te laat. Nee, het is te laat. Maar goed, dankjewel, hè. Ja, nou, graag gedaan. Succes met alles. Goeie reis terug met Oost en doe ze naar de groeten. Kan ik hier naar buiten? Je kan via Studio 3, ga je zo de wijde wereld in. Oké, top. Hey. Doei. Dag.